Hallo allemaal, ik ben Silta van CBTV en we zijn hier op Montessori School De Korf en we gaan vandaag juf Inge, de directrice, interviewen. Nee, dit is juf Inge helemaal niet. Volg mij maar, ik weet de weg wel. Hey! Loop ik te snel? Zo, jullie waren op weg naar mij. Ja. Je mag hem nog even toezetten. Zo'n tafel gaan zitten? Kom maar. Anders kan je me niet horen. Ga lekker zitten aan de stoel. Moet jij aan de overkant zitten? Is het beste voor de microfoon daar? Ja. Voor de camera? Nou, dan zeg je me even stop. En zie. Ik ben juffrouw Inge, directeur van de basisschool De Korf, van de Montessori School De Korf. En wie ben jij dan? Ik ben Sultan. Wat is jouw idool op deze school? Mijn idool? Hoe bedoel je mijn idool? Nou, wat u vaak doet hier in uw kantoortje. Mijn werk, wat ik doe op mijn kantoortje. Zullen we heel even stoppen? Heeft u ook onze hulp nodig? Wat moeten wij daarvoor dan doen om u te helpen? Door overal vertellen dat je het een hartstikke leuke school vindt. En dat je een heel lieve juf hebt. En dat je eigenlijk heel erg naar je zin hebt hier op school. Dat heb je toch wel? Ja, ik wel eigenlijk. Daarom. Dus overal vertellen hoe leuk het hier is. En vrijdag, hè, als de foto's klaar zijn boven, de tentoonstelling, iedereen meenemen naar school, die kan komen kijken. Naar de afsluiting van de cultuurweek. Oké. Zou u willen vertellen wat cultuurweek betekent? Nou, in een cultuurweek doen wij heel de week iets speciaals. En dat kan zijn tot kunstenaars uitnodigen, zoals we vorig jaar gedaan hebben. En dit jaar zijn we met fotografie bezig en hebben alle kinderen een klossie gemaakt. En jij weet wel wat een klossie is. Hè? Dat is een voorkant van een tijdschrift waar je zelf op staat. Met allerlei zinnetjes die op iets slaan. Wat je droom is en wat je dilemma is. Daar hebben we zo'n moeilijk woord erbij geleerd. En daar zijn ze heel de week mee bezig geweest op school. Oké. Hoe word je eigenlijk directrice van een school? Ja, dat is een beetje moeilijk uit te leggen. Maar meestal is het als je heel veel voor de klas gestaan hebt. Hè, dat is bij jullie juffrouw Ingrid. En dat je dan denkt van, goh, ik wil eigenlijk wat anders gaan doen. Dat je dan er een beetje voor gaat leren. Want dan moet je management leren. Management is, hoe ga je dingen leiden? Hoe ga je iets begeleiden? En dat kan je dan, als je dat heel goed kan, dan kan je solliciteren naar een school waar ze een directeur zoeken, waar een vacature is. En ik ben hier directeur geworden toen ik hoofdleidster was van een kleuterschool. Ik was eerst kleuterjuf vroeger en toen ben ik hoofdleidster geworden van de kleuterschool. En toen in 1985, toen kwam de kleuterschool en de lagere school, die kwamen bij elkaar. En toen moest er een directeur komen en toen ben ik directeur geworden samen met nog iemand anders, met meneer Bob Meijer. Zal ik wat gaan zitten schrijven? Hoe wil je me hebben? Ja, zo goed zo. Kijk eens even deze kant op. Heel erg makkelijk, maar nu moet je heel toevallig. Ja. Hey. Kom maar uit. Oké, toen u... Toen u een kind was, wilde u toen een directrice worden? Nee, ik wilde kleuterjuffrouw worden en dat ben ik geworden. Oké, wat is uw lievelingsplek hier op deze school? Ik heb geen lievelingsplekje op de school. Wat ik wel het leukste vind, maar wat ik eigenlijk heel weinig doe, is gewoon in de klas bij jullie te komen. Bij de kleuters. Die filmen? Dat is steeds het leukste voor mij. De vaderweek ligt er ook. Laat ik zo lekker liggen, kan je. Of bij jullie in de klas, gewoon lekker in de klas komen kijken en met jullie werken. Dat vind ik eigenlijk het leukste nog. Oké, en wie is uw lievelingsleerling hier op die school?
Ik heb 141 hele lieve kinderen op school. Ik heb geen lievelingskind. Wie is uw lievelingsleerling hier op deze school? Nou, weet ik niet hoor. Nee, toch? Ik heb er 141 die ik hartstikke lief vind. Wie is uw lievelingsleerling op deze school? Ik. Oh, en ik zie nog iets leuks. Of ben ik het? En wat zou ik daarop zeggen? Ik heb er 141 die ik lief vind.